Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasteren en iedereen die nu of op een later moment met ons verbonden is, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. En de schriftlezing is vanmorgen uit Daniël 1. Het thema van deze dienst is gelovig leven in een wereld zonder God. Mededelingen namens de kerkenraad. Woensdag 1 juni hopen Evan Huttinga en Elise Doeleman te gaan trouwen. Ze hopen Gods zegen over hun huwelijk te vragen om 4 uur in de Koepelkerk in Renswoude. Hun toekomstige adres is PH van Rijnstraat 1 in Veenendaal, wijk 5. Donderdag 19 mei zijn Wim Blankenstein en Alja Blankenstein de Wit getrouwd. De kerkelijke bevestiging over hun huwelijk is op DV donderdag 2 juni om 3:30 in ons kerkgebouw. Hun adres is Prinsessenlaan 36 in Veenendaal, wijk 2. Maandag 16 mei zijn door de kerkraad de volgende 6 belijdeniscatechisanten toegelaten tot het doen van openbare belijdenis. Laurens Boot, Rachel Bouw, Elise Kolen, Laura van der Kraats, Joanna van Wakeren en Gebre Wilbrink. De belijdenisdienst zal plaatsvinden op zondag 5 juni in de middagdienst, hierin hoopt dominee Mulder voor te gaan. We bevelen de belijdeniscatechisanten hartelijk in uw voorbeden aan. De collecten voor vandaag zijn voor de kerk en de kerkelijke kas en emerituskas en de derde collecte voor huisvesting Peniel. Collecten zijn over te maken op de door u bekende manier. We gaan nu zingen Psalm 24, vers 1 en 4. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Zo mogen we ook op deze morgen de lofzang voor de Heere gaande houden. En dat doen we nu met het zingen van psalm 146, daarvan het eerste en het derde vers. Wij mogen onze hoop op de Heere stellen in alle dingen. En dat betekent ook dat we zijn woord tot ons mogen laten spreken. Zoals dat nu ook tot ons komt als we de wet van de Heere, de 10 geboden, lezen en horen om daar ons leven naar te richten in dankbaarheid. Niet opdat we daarmee voor God heilig zouden worden, maar opdat we Hem zouden loven en erkennen als de Heere die onze koning is. En we willen met elkaar zingen uit psalm 119, daarvan het 10e vers. Daar zingen we over vreemdelingschap
En daarover zal het ook gaan in deze dienst als we straks luisteren naar Daniël en de geschiedenis van Daniël. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God.
Gemeente, laten wij nu samen de Heere zoeken in ons gebed en hem danken. We willen in onze voorbeden denken aan zuster Diepeveen van de Haar van de Nachtbouwooglaan 11. Zij moest worden opgenomen deze week in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede omdat ze gevallen was. Ze is afgelopen vrijdag voor revalidatie naar de Engelenburg gegaan. We bidden voor zuster Weststraten Schoren van de Framboos 43. Zij moet op 2 juni een ingreep ondergaan in verband met een voorstadium van borstkanker. Wij willen onze gebeden denken aan broeder en zuster Van Rumpt van de Fluvia 1. Deze week is een zeer goede vriend van hen die woont in Canada plotseling overleden. En we denken ook aan zuster Ineke Ebbers van de Westersingel 25. Zij moest acuut worden opgenomen in het ziekenhuis in verband met een darmafsluiting. Laten wij de Heere bidden en danken. Getrouwe Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, u die alles regeert en alles in uw hand houdt, u loven en prijzen wij. U mogen we de lof brengen, Heere, als we hier als gemeente vanmorgen samengekomen zijn. En wat is het goed om hier te zijn. Wij danken u dat we u vanmorgen mogen ontmoeten. Dat u tot de gemeente wil spreken en dat we samen mogen luisteren en daarop ook mogen antwoorden met ons zingen, met ons bidden. Ja, Heere, dat vanmorgen weer op zo'n bijzondere wijze, zoals dat toch op elke zondag het geval is. U verbinding zoekt en verbinding legt met ons hier op aarde. En Heere, dan gaf u ons zojuist al uw geboden, opdat die ons op reis door het leven heen niet zouden ontbreken. Geboden die ons wegroepen van wegen die geen zegen brengen. Geboden waarmee u ons de weg wil wijzen waarlangs uw zegen ons leven binnenkomt. Maar Heere, dan luisteren we ernaar en we laten de betekenis ervan op ons inwerken en we staan daarin deze weken ook bij stil in de middagdiensten aan de hand van de catechismus, wat de 10 geboden betekenen en Heere, dan zijn we opeens ook vreemdelingen. Als we u volgen, Heere Jezus, dan zijn we hier op aarde vreemdelingen die zo vaak ook tastend en zoekend onze weg moeten vinden. En Heere, als u nou vanmorgen met uw woord naar ons wilt toekomen en we lezen straks in een van de profetieën die u gegeven hebt ook voor vandaag. Heere, wilt u dan tot ons hart spreken? Wilt u dan voor jong en voor oud, ja in het bijzonder ook voor jongeren vanmorgen en jongvolwassenen, het zo maken dat wij een richtsnoer meekrijgen aan de hand waarvan we kunnen gaan, waarvan we de reis kunnen maken. Heere, dat hebben we zo nodig. Er is zoveel in deze wereld wat op ons afkomt en wat vragen oproept. En daar kunnen we soms geweldig mee zitten, mee worstelen. Als ouders, als grootouders, maar ook als jongeren, als kinderen zelfs al. Heere, wilt u vanmorgen tot ons spreken op zo'n manier dat het voor ons open gaat en Heere, dat we door uw Heilige Geest worden aangespoord om u, Heere Jezus, te zoeken. Heere, wij bidden u of u krachten wil geven om uw woord te brengen. Ook dat is nodig. Maar we verwachten de hulp van u. En wilt u ons ook alles geven in het luisteren hier in de kerk, maar ook als we thuis zitten of op een andere plek verbonden zijn,
Heere, geef dat we met aandacht kunnen luisteren. We bidden u of u een ieder wil zegenen die in deze dienst een taak heeft. De organist, degene die de techniek bedienen, de koster, de ouderlingen en diakenen die hier zijn. Degene die leiding geven aan de parel of aan de oppas. Wilt u ook hen nabij zijn en wees ook met de kinderen van de gemeente als ze daar straks ook naartoe gaan of daar nu ook al zijn. Heer, we danken u voor de aanwezigheid van vele kinderen in ons midden. Geef dat ouders de wijsheid van u ontvangen om hen ook op te voeden in de vrezen met eerbied voor u, vrezen van uw naam. En geef dat we als gemeente ook een plek mogen zijn, steeds weer opnieuw, waarin we jongeren mogen leren met elkaar om u lief te hebben en te dienen en ons ook voor u te verootmoedigen. Heren, wij willen ook bidden voor degenen die ziek zijn of die te maken hebben met zorgen. We denken aan zuster Diepeveen die in de Engelenburg verblijft voor revalidatie. Heren, wilt u haar nabij zijn? Wilt u haar herstel geven? Geef dat ze mag ervaren, Heren, dat u haar omringt met uw heerlijke aanwezigheid en uw ondersteuning. Wilt u zo voor haar licht en kracht zijn? Heren, wij bidden u voor zuster Westraat, als ze deze week een ingreep moet ondergaan. Wilt u die zegenen? Geef dat datgene wat dreigt te ontstaan, de borstkanker, Heren, dat dat mag worden voorkomen. En wilt u haar nabij zijn, Heren, in dit alles? Samen ook met allen die haar lief zijn. Heren, wees u bij broeder en zuster Van Rumt. Nu ze in rouw zijn vanwege het overlijden van een goede vriend, zo plotseling ook. Heren, wees u hen nabij. Geef dat ze met dat verdriet ook bij u terecht kunnen. En wilt u hen vertroosten? En Heren, we danken u dat ze ook mogen weten dat hun vriend ook een kind van u mocht zijn. Wij bidden u voor zuster Ineke Ebbers. Heren, wees u haar nabij nu ze zo plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis met een darmafsluiting. Wilt u de behandelingen zegenen en geef dat ze ook spoedig weer huiswaarts zal keren, kan keren. Heren, wij bidden u ook voor anderen die ziekte en zorgen kennen. Of ook psychische moeite. Wees u ons nabij, Heren. Wilt u ons dag aan dag dragen? Wij bidden u voor weduwen, voor wezen, voor weduwnaren. Heren, wees zij nabij in verdriet. Als het korter of langer geleden is, dat dat verdriet gekomen is en we alleen onze weg moeten gaan, Heren, dan bidden wij u om kracht en ondersteuning daarbij. Heren, wilt u uw zegen geven zo aan ons allen, hier en thuis, of waar we ons ook bevinden. Neem genadig weg, Heren, wat in de weg staat om naar uw woord te luisteren. Maak het voor ons goed vanmorgen. En vergeeft u dan ook al onze zonden die aan ons kleven. Wilt u ze van ons wegnemen, Heere Jezus? Wilt u uw bloed ook daarover strijken, opdat het verzoend mag zijn tussen u en ons. Hoor zo naar ons gebed, in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie wat dit verkeersbord betekent? En dan bedoel ik die aan de linkerkant, die grote, die ronde. Als je dit verkeersbord ziet, dan komt er een splitsing aan. Dan gaat de weg uit elkaar. En dan moet je kiezen. Je kunt rechts en je kunt links. Maar ja, hoe kies je nou eigenlijk? Kijk, als je natuurlijk de weg weet, als je weet van, nou ja, als ik rechtsaf ga, dan kom ik thuis en ik moet naar huis. Nou ja, dan is het makkelijk eigenlijk, hè. Dan ga je rechtsaf, zo is het dan. Dan weet je dat al van tevoren. Is dat eigenlijk geen vraag. Maar het kan ook zijn dat het lastig is.
En dan helpt, jongens en meisjes, dat andere bord wat je ook hier op de beamer ziet. Dat bord ken je misschien wel, dat hangt hier op de Rijksweg, hier vlakbij de afslag, Veenendaal. En als je naar Veenendaal moet, dan weet je, hier moet je eraf. Hier moet je rechtsaf de afslag op, dan kom je in Veenendaal en Reen ook. Dat bord, dat helpt dus eigenlijk voor jou om je keuze te maken. Als je de weg niet zou weten, dan weet je het nu wel. Als ik naar Veenendaal moet, dan moet ik er hier af. En als ik naar Veenendaal West moet, dan kan ik beter nog een stukje rechtdoor. Nou, jongens en meisjes, vanmorgen gaat het in de preek over iemand die ook een keus moet maken. Daniel. Hij moet kiezen. Welke kant ga ik op? Maar ja, hoe maakt Daniel nou zijn keuze? Zijn vader en moeder, die hebben hem verteld over de Heere God. En die hebben een Bijbel lezen geleerd. Maar nu is Daniel 14 jaar oud. En nou heeft koning Nebukadnezar, de koning van een groot rijk, die heeft Daniel en zijn vrienden meegenomen, helemaal daar naartoe. Hij woont niet meer gewoon thuis, hij moet in Babel wonen. Zo heet dat land. En daar is het de bedoeling dat Daniel een belangrijke minister gaat worden. Dat hij een opleiding krijgt, dat hij veel gaat leren en dat hij straks heel belangrijk zal zijn voor koning Nebukadnezar. Een heel belangrijke adviseur. Maar dan moet Daniel kiezen. Welke kant ga ik op? Doe ik dat wel? Kan dat eigenlijk wel? Als je in de Heere God gelooft, kun je dan zo'n hoge adviseur worden? En als je dan heel veel dingen moet leren, ook dingen die misschien helemaal niet met de Bijbel te maken hebben, die misschien juist wel zeggen dat de Bijbel helemaal niet waar is. Kun je dat dan wel lezen? Mag dat eigenlijk wel of niet? Dan moet je kiezen. En uiteindelijk gaat het er voor Daniel om, ga ik nou vooral Nebukadnezar dienen en de goden van Babel? Of blijf ik de Heere God dienen? Daniel kiest voor dat laatste. En waarom hij daarvoor kiest, dat is omdat er in zijn hoofd eigenlijk al zo'n bord zit. Hij heeft dat bord niet nodig, boven de weg. Er is niemand die het hem zegt, Daniel, je moet nou wel oppassen. Nee, hij weet het al. Hij heeft het van zijn vader en moeder meegekregen. Hij kiest ervoor om de Heere te dienen, om aan hem vast te houden. En eigenlijk, dat gaan we ook nog zien, is het nog anders. Want de Heere God houdt hem vast. Nou, daar gaat het over in de preek. Meten, we gaan met elkaar lezen, Daniel 1. Daniel 1 is onze schriftlezing van morgen en wanneer we dat hebben gelezen, dan zingen wij over de regering van de Heere God als een van de grondlijnen in het Danielboek. Dat wat het Danielboek ons eigenlijk laat zien. Ik zal daar straks nog in de preek iets over zeggen. Het gaat vanmorgen ook over andere dingen, maar een van de dingen die je in Daniel tegenkomt, dat is dat de Heere God regeert, ondanks alles. Ook al lijkt dat van de buitenkant misschien niet zo te zijn. Maar hij regeert, hij heeft het allemaal in zijn hand. Zelfs die grote, machtige rijken. Nou, gemeente, daarover zingen wij straks met Psalm 99. En daarvan het eerste en het achtste vers. En we lezen nu Daniel 1. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Dat is een ander woord voor Babyloniërs. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden, dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. En onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. En Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk.
En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. En toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misael en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten. En water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. En hij luisterde naar hen in deze zaak en 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En ze zagen er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. En toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam. En dat hij hun plantaardig voedsel gaf. En aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij ook inzicht in allerlei visioenen en dromen. En aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En ze traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover.
Wij zingen straks als antwoord op de verkondiging Psalm 25, vers 2 en vers 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gebed, maakt u de weg bekend. En ook een oproep die we aan elkaar dan maar geven. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Heb je daar zin in? Is dat je verlangen? De Allerhoogste en het Eeuwig Goed. Psalm 25, vers 2 en 6. Het thema voor de preek is gelovig leven in een wereld zonder God. Drie gedachten: loslaten, vasthouden en vastgehouden. Gelovig leven in een wereld zonder God. En ik lees met u nog Daniël 1, vers 8 en 9. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Gemeente van Christus, waar bent u thuis? Waar voel je je thuis? Waar is de plek waar je helemaal kunt ontspannen, tot rust komt? De plek waarvan je zegt, dat is mijn basis. Daar kom ik steeds weer terug. Daar voel ik me veilig. Dat is tenslotte je thuis. Het is niet zo makkelijk om dat nou aan te geven. Wat is nou eigenlijk je thuis voelen? Als je wat gaat googlen op internet, dan kom je op allerlei psychologenpraktijken die daar iets over zeggen op hun website. En ik kwam er eentje tegen en die zei, je thuis voelen, dat heeft met vier dingen te maken. Allereerst met jezelf terugtrekken. Je trekt jezelf terug, je schermt je af, je gaat naar dat ene plekje. Niet naar allerlei andere plekken, dat ene plekje, dat is het. Vervolgens ook controle. Controle, jij hebt het daarvoor het zeggen. Jij bepaalt hoe en wat. Dat heeft ook te maken met je thuisvoelen. En ten derde verbondenheid. Verbondenheid met andere mensen bijvoorbeeld. Verbondenheid ook met die plaats, met wat daar is. En ook tenslotte je identiteit. Je bent daar wie je bent, jezelf. Je doet je jas uit, zeg maar, je doet je schoenen uit. Je kunt even goed met je pyjama op de bank zitten, want je bent thuis. Dat kan allemaal. Waar is dat voor u, voor jou? Misschien denkt u aan dat ene plekje bij u thuis. Als u op de bank zit of in een mooie stoel. Of jij, je denkt misschien aan je kamer als jongere. Daar ben je graag. Daar trek je je graag terug. Dat is jouw wereldje. En ook je woonplaats voelt als het goed is als thuis, want je weet daar de weg. Je kent er mensen, je wordt ook herkend. Maar gemeente, nou nog een andere vraag. Als het nou gaat over deze wereld, voelt u zich daar nou in thuis? En jij? Hoe beleeft u dat? Hoe ervaart u dat? Alles wat er om je heen gebeurt, alles wat bij je binnenkomt via de media, tv, via je telefoon. Nieuws dat je leest, gebeurtenissen die er zijn, dat wat andere mensen doen. Hoe ervaar je de gesprekken op je werk? Of onder vrienden? En de muziek die je beluistert, wat doet dat precies met je? Wat voel je daarbij? Wat bedenk je daarbij ook? En als je leest over wat er allemaal in Den Haag gebeurt, of in het Europees Parlement, de politieke koers, als u daar een beetje in geïnteresseerd bent, dan is die vraag ook relevant. Voel je erbij thuis? Of niet? Met wie ook met deze vragen te maken kreeg, was Daniël. Samen met zijn vrienden is hij door de Babylonische soldaten van Nebukadnezar weggevoerd in ballingschap naar Babel. Hij heeft behoord bij die eerste groep
Israëlieten die al in het jaar 605 voor Christus zijn weggevoerd. Die ballingschap is in drie fasen gegaan. En die eerste fase, die eerste groep, die wordt weggevoerd. Nebukadnezar heeft het al helemaal voor het zeggen daar in Juda en in Jeruzalem. Dat zijn vooral de voorname mensen. De edelen staat er. En degene die uit het koninklijk geslacht zijn. En daar hoort Daniël en zijn vrienden kennelijk ook toe. En als je dat leest, gemeente, in vers 1, dat Daniël zo wordt weggevoerd naar Babel, dan lijkt dat gewoon een geschiedenisboek. Maar in vers 2 staat er meteen dat bijzondere zinnetje. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. De Heere regeert. De hoogste majesteit. Ziet u het? Ook al lijkt dat misschien helemaal niet. En als je erbij was geweest, had je dat misschien helemaal niet gezien of zo. Maar het is wel zo. De Heere regeert. Hij is het die zijn volk Israël in handen geeft van de Babyloniërs. Hij laat het toe. Als een oordeel. Dat komt over de zonde van het volk. En straks in het tweede gedeelte van het boek Daniël kunt u lezen, vanaf hoofdstuk 7 tot en met 12. Daniël kun je in twee delen indelen. 1 tot en met 6 en 7 tot en met 12. 1 tot en met 6, dat zijn zeg maar de geschiedenissen over Daniël en zijn vrienden. En vanaf hoofdstuk 7, dat zijn allerlei visioenen die Daniël ook krijgt. En in die visioenengemeente komt dit nou ook weer telkens terug. God regeert. Hij heeft alles in zijn hand. Daar kun je op vertrouwen. Ook al zie je het niet. Zelfs de wereldmachten. En die vier jongens, die lijken gewoon een speelbal van die wereldmachten. Wat hebben zij er? Wat kunnen zij eraan doen? Wat hebben ze in te brengen? Helemaal niets. Maar hij regeert. Hij weet er vanaf. En dan zitten ze daar in Babel, Daniël en zijn vrienden. En hoe oud zijn ze? Nou ja, een jaar of 14, 15. Wordt algemeen aangenomen. Er is een uitlegger die wijst erop, dat is een leeftijd die... Dan heb je net je bar mitzwa gedaan als Joodse jongen. En je bat mitzwa als Joods meisje. Dat wil zeggen, je hebt zeg maar je godsdienstige vorming heb je afgerond. En je kent de wet van de Heere God, daar ben je in, heb je onderwijs in ontvangen. Je weet wat er in de Bijbel staat. En nu heb je dat afgerond, nu ben je voor de Joodse wet een volwassene, om maar zo te zeggen. Jongeren, stel je het even voor. Je zou het kunnen vergelijken, een beetje met belijdenis doen bij ons. Volgende week hopen we dat weer mee te maken, hier in de kerk, bijzonder. Vanaf dat moment dat je je jawoord hebt gegeven, dan ben je lid van de gemeente in volle rechten en plichten, zo zeggen we dat wel eens. He, dan mag je ook aan het avondmaal deelnemen, dan mag je stemmen bij een stemmingsvergadering en al die dingen meer. Dan ben je zeg maar volwassenen in de gemeente. Daniël en zijn vrienden hebben dat net achter de rug op hun Joodse manier. En op dat moment, 14, 15 jaar... Ja, dan sta je natuurlijk nog niet zo stevig in je schoenen, denk ik. Het zal misschien voor de beleidingskandidaten ook wel gelden. Dat je zegt van ja, er is nog heel veel wat ik toch niet precies weet, waar ik nog echt nog wel vragen over heb. Maar ik weet genoeg om ja te zeggen, om de Heere God, de Heer Jezus te beloven, u wil ik dienen en volgen. Maar zo heel stevig is het misschien nog niet. Je bent nog niet, zoals de Bijbel dat ergens zegt, een eikenboom van de gerechtigheid. Dan sta je heel stevig. Nee, je voelt je misschien meer nog zo'n heel smal boompje wat net geplant is. En daar staan altijd van die paaltjes naast. En dat heb je nog wel nodig ook, want anders waai je zomaar om. Daniël, Anania, Misael, Azaria. Ze gaan naar het vreemde Babel. Weg bij hun huis vandaan. 14, 15 jaar. En ze komen in een wereld zonder God. Nou ja, er zijn een heleboel goden, maar de God van Israël niet. In één keer, vanuit dat veilige, beschermende Jeruzalem, daar zullen ze wel hebben gewoond,
die wij de wereld in. Kijk, en in Israël is natuurlijk een heleboel mis op godsdienstig gebied. Maar toch, je zou het toch wel de ultieme Bijbelbelt kunnen noemen. Jeruzalem en Juda. Je bent daar omringd met mensen van gelijke gezindte als jij. En dat is makkelijk, want ja, dan worden er geen lastige vragen gesteld. Dan word je niet bevraagd op allerlei dingen van, joh, waarom ga jij naar de kerk? Dan kun je ook gewoon meedoen met anderen, want die hebben ongeveer dezelfde opvattingen en gewoontes zoals jij ze hebt. Maar in Babel is het 180 graden andersom. In één keer is het allemaal weg voor deze jongens. En ze zitten daar en ze kijken om zich heen en wat gebeurt hier allemaal? Wat is hier gewoon? Jongelui, wat Daniel en zijn vrienden meemaken, misschien maak je dat een beetje mee als je op kamers gaat. In een studentenstad of waar ook. En dan moet je voor jezelf gaan zorgen. En ja, dan ben je soms ook omringd, ook op je studie, met een heleboel studenten. En jij bent als christen echt in de minderheid. En je hebt altijd op een christelijke, reformatorische school gezeten. Maar dan ga je vervolgopleiding doen, mbo, hbo, hoe het ook maar is. Of je gaat een vak leren, het leger in. En in één keer, ja, komt het erop aan, hè. Dat voel je dan. Hoe gaat het dan? En je merkt om je heen, het gaat hier zo anders. Het is hier heel normaal om bijvoorbeeld samen te wonen. Om allerlei wisselende seksuele contacten te hebben misschien. Het is heel normaal om als je uitgaat ook flink de bloemetjes buiten te zetten. En het is heel normaal om je woorden kracht bij te zetten met een vloek. Heel normaal om over je toekomst na te denken en dat dan helemaal vanuit jezelf te doen. Wat wil ik? Ik. Het is heel normaal om allerlei zaken te accepteren die er zijn. Het gebied van seksualiteit, het gebied van het leven, abortus, euthanasie. En zo zijn er nog vele onderwerpen. En misschien ken je die onderwerpen eigenlijk allemaal ook al wel van binnen als jongere. Want daar heb je me vast wel over nagedacht. Wat vind ik daar nou eigenlijk van? Goed om dat te doen op een gegeven moment. Maar dan kom je daar in die wijde wereld, om maar zo te zeggen. In die wereld zonder God. Ja, en dan doet dat toch wat met je. Ja, hoe ervaar je dat? Voel je je dan thuis? Je zult vast eerst moeten wennen. Maar kom je er dan thuis? Of niet? Kijk, hoe Daniel en zijn vrienden dat hebben ervaren, dat weten we niet precies. Dat staat niet zo in Daniel 1. Je kunt er wel het een en ander uit afleiden. Allereerst dit, dat de druk die op hen wordt uitgeoefend, om zich vooral ook aan te passen, voor deze vier jongens wel tot het maximale wordt opgevoerd. Want zij worden namelijk geselecteerd als veelbelovende jongens om straks belangrijke diplomaten te worden, adviseurs van Nebukadnezar. Ze zijn tegen hun wil weggevoerd, maar daar in Babel, daar krijgen ze een warm onthaal. En er staat een topopleiding voor hen klaar. Driejarig traject, waarin ze worden klaargestoomd. Het staat er nog wat anders, ze worden opnieuw opgevoed voor hun toekomstige taak. Wat een kansen, zou je zeggen. Dan lacht het leven je toch toe. En dat programma dat bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste, ze krijgen taalles en dan vervolgens dus ook les in de geschriften van de Chaldeeën, van de Babyloniërs. Taal, dat geeft je toegang tot de cultuur. Dan kun je geschriften lezen, dan kun je de krant lezen, dan kun je websites lezen in die taal. Dat is altijd anders dan een vertaling als je die moet lezen. Zo krijgen Daniel en zijn vrienden taalles en dan vervolgens kunnen ze ook tot zich nemen al die wijsheden die in al die eeuwen in dat machtige Babylonische Rijk al bij elkaar zijn verzameld en op schrift zijn gesteld.
Dat is de eerste. Nou, als je 14, 15 jaar bent, dan sta je daar vast voor open, toch? Om daar kennis van te nemen. Hoe andere mensen denken. Het zijn de jaren waarin je daarvoor voor open staat om nieuwe dingen te ontdekken. Dat is het eerste wat Daniël en zijn vrienden doen. En ten tweede, die opleiding bestaat er ook in dat ze zich gaan aanpassen aan het voedings- en eetpatroon van de Babyloniërs. Als je in Italië op vakantie gaat, dan eet je Italiaans eten. Zo moet Daniël dat ook gaan doen. Want ze moeten goed fit zijn allereerst. Goed in vorm. Maar er zit ook nog iets anders achter. Ze moeten gewoon Babyloniërs worden. Ze moeten gewoon dit zich toe-eigenen, zich eigen maken. Dit zijn wij. En juist ook in eten, in voedsel, komt iets naar voren van een volk. Daniël en zijn vrienden moeten zich aanpassen, om maar zo te zeggen, aan de lifestyle van Babel. Je levenswandel van Babel. En ten derde krijgen ze nieuwe namen. En in die namen, in hun eigen namen, klinkt de naam van de Heere door. Daniël, daar hoort u het woordje El, dat is het woordje God in het Hebreeuws. Daniël betekent God is mijn rechter. Hananja, dat betekent genadig is de Heere. Ja, dat is van Yahweh. Misael, El, God, heeft u dat weer? Wie is wat God is, betekent dat? En Azarja, heeft u weer ja? Yahweh, de Heere. De Heere is helper, betekent. De prachtige namen, die hebben de ouders hun gegeven, gelovige namen. Daar spreekt iets in hoe hun ouders hen ook hebben opgevoed. Maar nou krijgen ze andere namen. En die verwijzen naar Babylonische goden. Om die van Daniël maar even te nemen, die heet in het vervolg Beltsazar. Bel, dat is de god van de Babyloniërs. Betekent zoiets als Bel beschermt zijn leven. Ja, dat is een heel ander verhaal. Gemeente, jongelui, zie je wat hier gebeurt? Hoe dat gaat? Subtiel. Nebukadnezar wil deze jongens inpalmen. En het lijkt zo aantrekkelijk, toch? Maar het gaat hier eigenlijk om meer dan alleen dat. Er is hier een geestelijke strijd aan de gang. Een strijd van het rijk van de wereld, het rijk van de duisternis, tegen het rijk van God, van Christus. En dat komt zo hun leven binnen. Dat is maar niet iets wat zich buiten je afspeelt. Daar krijg je zelf mee te maken, jong en oud. Weet je, dat is vandaag niet anders. De duivel die zoekt je te vangen in zijn netten. En dat doet hij opdat je maar niet God zult vrezen en dienen. Dat is waar het om gaat. En dat is bij jong en oud, maar zeker ook bij de jongeren en jongvolwassenen. Want dan ben je nog ontvankelijk. Ontvankelijker dan als je al wat ouder bent, denk ik. En natuurlijk, dat hoort gewoon bij je leeftijd. Dat is op zich helemaal niet verkeerd. Je bent je nog aan het vormen immers. En je wordt gevormd. Maar weet dat de duivel juist daarvan gebruik wil maken om je als het ware ook te herprogrammeren. Zodat je je opvoeding vergeet. Daniël krijgt een nieuwe naam. De naam die zijn ouders gegeven hebben in geloof moet hij loslaten. Ten tweede, je wordt doordrenkt met alle cultuuruitingen die er zijn. Wat zijn dat in onze tijd? Nou, muziek, evenementen, sport, boeken, films, series die je kijkt, noem het maar op. Dat zijn de uitingen van een cultuur. Ze dragen ook iets over, vaak ongemerkt. Ze maken dingen normaal. Het ziet er normaal uit. En ten derde, je moet je lifestyle ook aanpassen aan je omgeving. Aan die wereld zonder God. De supermarkt is vandaag open. U kunt gaan als u wilt. Wil je dat? Zondag, feestdagen zijn vrije dagen. Kleding heb je mode die je moet volgen. Hoe die ook is. Hoe het merk ook heet. En nog wat extra pilsjes drinken? Te veel? Heel normaal. En experimenteer gerust met
met seks, drugs. Je bent jong, toch? Herken je het? Kent u het? Herkent u de listen van de duivel die dat soort dingen gewoon normaal voor ons maakt? En die je daarom wil laten meedoen. Want iedereen doet het toch? Ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? En ik kijk toch maar weer even ook in het bijzonder naar die jongeren vanmorgen. Ik denk dat de ouderen er ook genoeg aan hebben. Dat brengt ons bij het tweede, het vasthouden. Je denkt misschien, nou ja, als u dat allemaal zo zegt, dominee, dan gaat u nu natuurlijk zeggen, daar moet je allemaal verre van houden. Dat kan allemaal niet. Nee, ga ik niet zeggen. Waarom niet? Omdat Daniël dat ook niet zegt. Is het zo dat Daniël overal nee tegen zegt? Dat hij zich terugtrekt op een eiland? Nee, weet u wat ik zo opvallend vind, gemeente? Daniël die trekt zeker wel op een bepaald moment een grens. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar als het dan gaat over die nieuwe naam die hij krijgt, waarmee de Babyloniërs hem noemen, Belshazzar, daar ben je, ah, welkom. Dat accepteert hij gewoon, dan gaat hij echt niet zeggen, nee, ik heet eigenlijk niet zo, elke keer als dat gebeurt. Nee, dat laat hij maar. En dat onderwijs, die lessen die ze krijgen, Daniël die zegt niet, dit boek, oh, daar wil ik niks van weten, dat is niet zoals ik het heb geleerd. Nee. Ze zullen het er vast wel eens moeilijk mee hebben gehad, hij en zijn vrienden. Natuurlijk wel, dat roept wel vragen op. Als je heel andere opvattingen tegenkomt die lijnrecht ingaan tegen God en zijn woord. Zoals je dat ook vandaag kunt hebben, als je een serie kijkt of als je boeken leest. En die muziek die je hoort, staat zomaar op. En op het bedrijfsuitje gaan ze uit hun dak. En dan kun je zeggen, ik ga niet meer, ik ga niet mee. Ik hou me er verre van. Moet dat altijd? Kan het ook nog anders? Dat je wel meegaat met dat uitje, maar dat je je in die groep anders gedraagt. Hoef je niet altijd hard nee te roepen van tevoren. Weet je, als christen zijn wij niet geroepen om ons terug te trekken uit deze wereld. Dat kan niet. Dat is niet uw roeping. De Heer Jezus die zegt nou juist tegen zijn discipelen en tegen zijn kerk dat ze in de wereld in moeten gaan. En dat ze daar een zout moeten zijn. Als zout alleen maar in de zoutplot blijft zitten, dan komt het niet tot zijn bestemming. Daar is het niet voor bedoeld. Het kan zijn werk niet doen. Ja, de Heer Jezus waarschuwt ook tegelijkertijd. Als het zout zijn smaak heeft verloren, ja, waarmee zal het nog gezouten worden? Dan deugt het nergens meer toe. Dan gooi je het weg. Zout dat geen kracht meer in zich heeft, dat is overbodig. We hebben als christenen wel degelijk een zoutpot nodig. Laat dat de gemeente maar zijn. Hier op zondag, dat je het woord van God tot je neemt. En door de week zal ze samenkomen. Dat je wordt doortrokken. Zout doortrekt dingen. Hè? Dat je zeg maar zelf als zout ook wordt doortrokken van Gods kracht. De kracht van zijn woord en van zijn geest. En dat je zelf zout wordt, maar dan word je vervolgens erop uitgestuurd. De wereld in. Niet terugtrekken. Geen kluizenaar of kloosterbewoner worden. Nee, de confrontatie aangaan. Zelfs participeren, deelnemen. Kijk maar naar Daniël. Hij wordt straks wel degelijk adviseur van Nebukadnezar. En nu studeert hij. Nu die jong is. En hij neemt het allemaal tot zich. Hij zuigt de wijsheid van de Chaldeeën in zich op. Zeg als christen niet alleen maar nee, gemeente. En gebruik, jongeren, je studietijd maar goed. Die tijd van je vorming. Neem maar kennis van allerlei wijsheden van de wereld ook. En dat doen we op catechisatie ook regelmatig, dat we over dat soort dingen ook hebben. Natuurlijk niet zonder er kritisch, bijbels kritisch naar te kijken en over na te denken. Maar als je 17, 18, 19 bent, of misschien ook al wel wat jonger, dan ben je als het goed is toch al wel een beetje zo gevormd, dat je niet meer bij het eerste stootje van je geloof afvalt, of wel? Ik hoop dat dat zo is. En gemeente, we hebben ze nodig. Die studenten die
straks doseren op een universiteit. En christen zijn. En die hbo'ers die straks in de zorg of in het onderwijs of waar ook, in het bedrijfsleven, die daar hun plek in nemen. En daar zout zijn op de plek waar ze gesteld worden. En we hebben ze nodig, de mbo'ers en degene die straks bij u iets technisch komen installeren in huis. Maar die ondertussen met de klanten en met hun collega's ook iets kunnen overdragen. En in hun levenswandel iets kunnen laten zien van wie de Heer Jezus is. Dan moet je zout zijn. Dan moet je erop uit. Dan moet je ook laten vormen. Zeg niet alleen maar nee. En zeg het soms ook wel. En dan ook duidelijk. Want dat doet Daniël ook. Er is iets waarvan hij zegt, en dit gaat me te ver. Hier ga ik niet mee onderhandelen met mezelf. Wielen en dealen, onderhandelen met je geweten. Ken je dat? Kent u dat? Onderhandelen met je geweten. Dat je zegt, nou ja, als ik nou het één keer doe, dat is niet zo heel erg. Als ik één keer toegeef aan die verleiding. En ik vind die muziek nou eenmaal gewoon leuk. En die serie die ik kijk, dat is nou eenmaal gewoon ja, iets wat me trekt. Ik vind het interessant. En ja, dat er dan allerlei dingen in voorkomen die daar heel normaal worden gemaakt. Waarvan ik eigenlijk weet, dat gaat tegen de geboden van de Heere God in. Ja, dat is dan maar zo, maar dat weet ik wel. Dan ben je aan het onderhandelen, hoort u het? Onderhandelen met je geweten is het eigenlijk niet onderhandelen met Gods woord, zijn stem. Hij vraagt u, jou, hem te volgen in alle dingen. En dan zitten we al dichtbij wat Daniël doet met deze voorbeelden, want Daniël die trekt op een zeker moment dus wel een grens. Die andere naam en dat onderwijs, dat accepteert hij. Daar doet hij zelfs zijn winst mee. Als het gaat over het eten, dat Nebukadnezar hem voor wil zetten, daar trekt hij de streep. Die lifestyle, die manier van leven. Niet zozeer wat je denkt, maar wat je doet, daar komt het dan op aan. Want ik zei net, die nieuwe naam die blijft. Zo'n nieuwe naam die blijft eigenlijk buiten jezelf. En dat onderwijs wat Daniël krijgt, dat komt bij je binnen. Maar dat meeeten met het voedsel van de Babyloniërs, waarvan Daniël heeft geleerd in de wetten van Mozes dat je dat niet moet eten, dat is iets wat van jou naar buiten gaat. Ziet u het? En daar trekt Daniël de grens. Hij wil niet metterdaad zondigen. En gemeente, jongelui, dat kan ons nou ook helpen om te bepalen waar trek ik nou de grens. Wat kan nou wel en wat kan niet? Je hoeft niet altijd nee te zeggen, dat is duidelijk. Maar waar zeg je het wel? Doe het hier. Zondig niet. Dus op dat bedrijfsuitje inderdaad niet mee gaan drinken tot je ladder zat bent. En mijd het gesprek met je collega's niet. Laat het zo zijn dat uit jouw mond geen ruwe taal komt. En geen foute grappen. En blijf afhankelijk van de Heere God. Want dat is zeg maar de negatieve kant, doe dit niet. Maar nou ook de positieve in wat Daniël doet. Gemeente Daniël, die eet voedsel. Alleen voedsel wat op het land zo is gegroeid. En gewoon water wat op het land is gevallen. Dat is een dieet, plantaardig. En ik las bij een uitlegger, dat zegt ook iets dat hij de Heere zijn God blijft eren als de schepper van alles. Hij is niet afhankelijk van Nebukadnezar voor zijn eten en voor zijn welzijn. Hij weet zich afhankelijk van God. En daar trekt hij de streep. En daar moeten wij hem ook trekken. Als je daar de streep niet trekt, gemeente, dan wordt het zout al heel gauw smakeloos. Als we geen ernst maken met het dienen van de Heer en dat Hij werkelijk op nummer 1 staat in je hart en in de gemeente, in de kerk, en dat zijn woord het zegt, gaat het mis. Dan binnen de kortste keer
slokt Babel je op. En je hebt geen weerstand meer. Als je aan hem vasthoudt, aan die God, die in zijn Zoon Jezus Christus gekomen is, en die het ons leert, die het ons laat zien, die zegt, kom maar achter mij aan, volg mij maar. Ik zal het laten zien. Richt je op mij, laat je door mij vullen, door mijn woord vullen. Dat is richtinggevend. Ja, gemeente, dan kun je de wereld in. Dan mag je de wereld in, dan moet je zelfs de wereld in. En dan ben je een zout. Dan geef je de smaak aan. In het hart van Daniël zegeviert de Heer. Hij is koning. En er is van alles om Daniël heen. Machten en kracht. Maar Daniël, elke keer als hij eet, 3 keer op een dag, laat hij zien. Voor zichzelf en aan zijn omgeving. Ik dien de Heer. Hij is mijn hulp. Hij is mijn kracht. Moeten wij dat misschien ook doen? Op de dag zo van die momenten inbouwen, ook op je werk. Of waar je ook bent, met je vrienden of wat ook. Momenten inbouwen dat je zegt, hier trek ik een grens, dit is een streep. En dat je daarmee laat zien, ik ben afhankelijk van de Heere God, ik dien hem. Dat is het diepste. Vraagt soms wel moed. Daniël die moet naar Aspenas toe. Die hoge hoveling. Ik weet niet hoe u dat zou doen in zijn plaats, 14, 15 jaar. Ik zou er denk ik met knikkende knieën staan als ik er al sta. Daniël doet het. En God geeft Daniël genade. En barmhartigheid. Bij het hoofd van de hovelingen. Dan regeert de Heere weer even. Ziet u het? En Daniël mag inderdaad samen met zijn vrienden dat dieet volgen. En de Heere zegent het. Daniël houdt vast aan God. Hij heeft hem lief, boven alles. Hij weet zich afhankelijk van hem. Zonder zijn zegen kan het niet. Heel concreet. Maar gemeente, dan nog 1 stapje dieper. En dat is tenslotte kort het laatste. Vastgehouden, want als je dit hoofdstuk nou zo leest, dan zou je zomaar kunnen denken, nou die Daniël, dat is wel een hele kerel met zijn 14 jaar. Als ik naar mijn eigen leven kijk en hoe de wereld zijn aantrekkingskracht op mij uitoefent, ik ga steeds weer voor de bijl. Ga steeds weer onderuit. En als jongere zeg je, dominee, dit vind ik zo moeilijk wat u vanochtend zegt. Is dit het? Ik heb daar niet genoeg kracht voor om dat nou echt te kunnen, om dat echt te kunnen zeggen, om net als Daniël dan zo'n streep te trekken. Ik vind het zo moeilijk. Maar nou staan er 3 versen in dit hoofdstuk waarin de naam van de Heere God wordt genoemd. Het zijn er maar 3. De eerste kwamen we al tegen, vers 2. God regeert. De Heere geeft Joachim in de hand van Nebukadnezar. En dan in vers 9. Noemde het net al even. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen als hij daar met knikkende knieën voor Aspenas staat. Om ander voedsel te vragen. En dan nog een keer, vers 17. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël wordt ook nog profeet. Aan Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Gemeente, eigenlijk is het dus nog andersom. Daniël houdt vast aan God, maar God houdt vast aan deze 4 jongens. Kijk, en dat is nou wat God doet. Daar mag jij ook op vertrouwen. Op die momenten dat je het zo moeilijk vindt, moet ik nou een streep trekken of niet? En hoe doe ik dat en waar doe ik dat? En dat je bang bent, wat zullen ze ervan zeggen, wat zullen ze ervan vinden? Nou moet ik er vooruit komen. Vertrouw je erop dat God je vasthoudt. Hij heeft het beloofd. Het zit nog in je doopwater, in het doopwater op je voorhoofd. Dat hij je vasthoudt. Stel je vertrouwen maar op hem.
U zegt, ja, maar ik ben niet als Daniel. Zo ben ik niet. Maar dat is ook de boodschap niet van morgen. U moet niet de kerk uitgaan en zeggen, nou moeten we allemaal precies worden als Daniel. Nee, net zo gelovig, zo standvastig. Nee, de boodschap van morgen laat die toch vooral dit zijn. Vertrouw op de Heere in alles. Ook met je zonde, met je gebrek, je tekorten. En houd dan aan Hem vast, de Heer Jezus Christus. Richt je ogen op Hem en herinner jezelf en je omgeving er steeds weer aan. Ik moet het van Hem hebben. Maar krijg het ook van Hem. In mijn zwakheid, in mijn zonde. Dan houdt Hij jou vast. En dan laat Hij je nooit los. Zie op Jezus. Sta zo in deze wereld. Gelovig levend. Soms zoekend. Naar hoe het moet. In een wereld zonder God. Tot Christus komt. Tot Hij komt om te oordelen. De levenden en de doden. En Hij als heerser over alles zal heersen. Tot in eeuwigheid. Amen.
Zullen we danken en bidden? Heren, wij bidden u of u het ons wil leren en ons wil laten zien wat uw weg is. In al die vragen die op ons afkomen, ook vanuit onze cultuur en maatschappij, waarin allerlei zaken zo normaal zijn die tegen u en uw woord ingaan en het wordt ons ook voorgespiegeld als heel normaal. Heren, wij bidden u om uw Heilige Geest, laat die in ons hart wonen. Komen wonen. Dat we er weer opnieuw van vervuld raken. Dat we, Heren, daarmee om kunnen gaan. Ons ertegen te weer kunnen stellen. En tegelijkertijd ook, Heren, de confrontatie aan kunnen gaan. En u roept ons niet om ons terug te trekken op een eigen eiland. Dat lijkt misschien heel veilig, maar het is het niet. U roept ons vanmorgen ertoe op. Ons vertrouwen te stellen op u Heer Jezus, en u te volgen en te dienen. En dan hebben we uw woord, uw geboden. Laat die op reis ons niet ontbreken. En pas ze toe op ons leven. Heren, wij bidden u voor jongeren en jongvolwassenen. U kent ze. U weet van onze jongeren af, ook in de vragen die wij als jongeren soms kunnen hebben. Als je als jongere daar ook over nadenkt. Hoe is het nou? En je ziet van alles om je heen, je hoort van alles. Heren, wilt u hen vasthouden? Wilt u ons allen ook vasthouden? Want onze kracht, ja, die is zwak, die is klein. Onze greep, als we u vast willen houden, die verslapt zo vaak. Dan zijn we slappe christenen, lauw. Maar laat het zo mogen zijn, Heren, dat u ons vasthoudt. Dat u zichzelf aan ons verbindt. En laat de gemeente die zoutpot mogen zijn waarin u met uw woord en met uw geest ons doortrekt. Opdat ook wij zout zijn in de wereld. We danken u, Heren, voor alles wat we van u kregen in deze dienst. U heeft het goed gemaakt. We bidden u of u met ons mee wil gaan als we naar huis gaan. Of waar we ook heen gaan. Wees u met hen die straks alleen thuiskomen. Wilt u dan ook in het bijzonder er voor ons zijn, Heren. En laat in onze gedachten, in ons hart, u dan aanwezig mogen zijn met uw troost en zegen. Brengt ons als gemeente opnieuw samen in trouw aan u. Vanmiddag als de dienst er is en dan meneer Mulder mag voorgaan. Wilt u hem ook zegenen in de bediening van het woord. Alles geven wat nodig is. Hoor zo naar ons gebed. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. In de vergeving van al onze zonden. Amen. U mag uw gave offeren als een offer van dankbaarheid voor de Heere door middel van een overschrijving zoals u bekend is gemaakt. En we willen tot slot met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 93, ook weer over de macht van de Heere die ons tot troost en tot kracht mag zijn. En ook zijn trouw die nooit vergaat. Psalm 93, vers 1 en 4.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.